En wat eten we vandaag? Mangiare courgetti. Met de mitabolle. En de spinazie in de bolle en de tomatensaus. Slecht. Maar dat gaan we eten. Is wel echt heel lekker namelijk. Wij gaan beginnen met de gehaktballetjes. En er zit spinazie in. En wat hebben we hiervoor nodig? Gehakt paneermeel eitje, basic. Oregano, wat tijm en rozemarijn, Italiaanse kruiden. Een beetje knoflook, wat peperzout, dat is eigenlijk het gehakt. Dan voor die saus, dan ga ik anchovies oplossen. Tomaten, sausen, passata en wat kruiden daardoorheen. Witte wijn. Basilicum. Parmigiano. En ik serveer het op groenten. Het is allemaal heel hip om groente spaghetti te maken. Maar ik ga het niet zo noemen, want ik vind het geen spaghetti. Het is gewoon groente. En dit, dames en heren, is de primeur. Ik heb dit nog nooit in mijn leven gebruikt. Dit is zo'n Spirelli ding. Ik denk dat ik het weet hoe het moet, maar ik heb echt geen idee. Andiamo! Let's go! De pan gaat even aan. Daar gaat even wat olie in. Hatsflats. En dan ga ik even de spinazie. En belangrijk, je hebt tegenwoordig in ijswater gewassen spinazie of nog niet gewassen spinazie. Essentieel dat je dat checkt. Zand in je spinazie is zand schuurt de maag, maar het is echt niet oké. Die spinazie ga ik even kort aanbakken. Heel simpel, plain houden, want die gaat namelijk in het gehakt en daar komen nog smaakstoffen bij. Ik geef het alleen een heel klein tikje zout mee om het proces te versnellen van het bakken. Ik wil het kort doen en moet alleen even inslinken. Maar als je er een klein beetje zout bij doet, dan gaat het wat sneller en onttrek je iets meer van het vocht. Wat ik juist in dit recept wil, want ik wil dat hij gaat in de gehaktballetjes. En als die te nat blijven, vallen die balletjes helemaal uit elkaar. Vocht wordt stoom, stoom zet uit, balletjes scheuren. Dus duw die spinazie uit en een klein beetje zout helpt met het laatste vocht los te laten. Maar ik kan wel gewoon doorgaan met het gehakt. Nou, dit doe ik zo. Dat doe ik hierin. En dan gaat een eitje bij. Een klein beetje zout bij. En dan gaat een klein beetje peper bij. Goed wat peper. Laat zo mengen, want ik ga nog kruiden toevoegen. Pak ik wat rozemarijn. Beetje tijm. En dat ga ik wel veel gebruiken in dit recept. Vind ik lekker namelijk, verse kruiden. En zet zo'n plantje thuis, hè, mensen. Dat is echt, het ziet er heel gezellig uit. Maar het blijft ook gewoon heel lang goed. Het heeft weinig water nodig. Dus ook mensen die niet echt groene vingers kunnen rozemarijn en tijm houden. Het blijft groeien en je hebt het vaak nodig. Ja, basilicum. Bieslook, peterselie, dille, daar moet je vingerspitsengevoel voor hebben. Daar moet je een beetje groene vingers hebben, want dat is een grappig verhaal. Dat heb ik van Thomas Akda geleerd. Die kweekt. Oh, stop de persen, basilicum mensen. Die heeft binnen echt zo'n heel tof, echt grote bak met licht erboven en daar kweekt hij basilicum. En zijn systeem is, heel veel mensen pakken zeg maar de bovenkant, die toppen eruit, maar dan stopt de nieuwe bloei. Dus je moet altijd zeg maar één blaadje boven pakken, tweede onder. Dan heb je altijd nog een duo blaadje over wat doorgroeit. Zo moet je het een beetje doen. Doe ik er lekker bij. Kruidjes. Ook wat oregano. En ik ga dat namelijk ook dadelijk in de saus nog doen, maar ik wil het ook in die balletjes hebben. Dit is een hele verse oregano, is niet houterig, dus dan kun je gewoon de steeltjes ook gebruiken. Hij hoeft niet bruin te kleuren, hij moet gewoon een beetje gaan slinken. Zodat het vocht er een beetje uitkomt. Deze gaat even in de vergiet. Of op een zeepje. Vocht, dat wil je natuurlijk niet echt in je balletje hebben. Dit was kleine bladspinazie, dus daar hoef je niet per se met je mes doorheen. Daar kan maar één keer grof met je mes doorheen, maar als je nou wat groter hebt, snij hem eventjes. Anders is het lastig om die balletjes te vonden. Gewoon 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Dan ben je zeker goed. Ik ga hier toch ook alvast een klein beetje knoflook aan toevoegen. Ja. Omdat ik dat gewoon heel lekker vind. Dat komt ook in mijn saus, I know, maar het is gewoon... Ja, ik hou heel erg van knoflook, dat is goed voor je bloed, hè. Alleen te veel knoflook, dan slaap je onrustig. Wist je dat? Maar het heeft er volgens mij mee te maken dat je bloed iets wat verdunt, waardoor het sneller gaat stromen. Maar daardoor kun je ook, zeg maar, je bent wat onrustiger in je lichaam. Dus als je veel knoflook eet, dan heb je vaak dat je wakker ligt. Nu gaan we het mengen. Nu hebben we het gemengd en nu pas zie je de consistentie. En denk je, oké, daar moet wat paneermeel bij. Natuurlijk neemt die spinazie wat vocht mee, maar ook het ei. En nu gaan we dat pas zeg maar mengen met paneermeel. Als je dat er meteen bij doet, dan weet je niet hoeveel je erbij doet. Een ei is groot, een ei is klein, spinazie veel vocht, weinig vocht. Belangrijk om dat even te balanceren, echt aan te voelen. Als alles erin zit, je hebt het goed gemengd, dan pas weet je hoeveel vocht er vrij is gekomen. En dan kun je hem gewoon afbalansen met paneermeel. Nu komt weer mijn favoriete onderdeel van het maken van een gehaktballetje. Het dumpen van je beslag.
in een kom. Dat doe ik om de lucht eruit te slaan, dus dat is niet alleen fancy en grappig, maar dat heeft ook echt een nut. De pan was warm. Ik doe de balletjes er meteen in. Ze moeten toch aan alle kanten breien, dus ik ga ze daar gewoon rondrollen. En uiteindelijk worden ze allemaal wel gaar. Het komt goed. Ik ga ze daarin dicht schroeien en ik ga ze na in de saus. Kijk, en zodra de balletjes een beetje dichtgeschroeid zijn, dan zijn ze ook wat steviger. Dan mogen ze dadelijk de pan uit, want dan gaan we de saus maken. In deze jus, die jus heeft zoveel smaak, gebruik die nou als basis van je saus. Twee vliegen in één klap. Ik ga ze even lossen dadelijk, dus ze gaan eigenlijk even uit de pan. Ja, dan weet ik niet dat het zo, dan wordt het gewoon gehakt. Dus die saus heb ik hier voor liggen, wat kruiden ga ik daar vast voor hakken. Het Italiaanse trio. Oregano, wat rozemarijn en wat tijm. Dit moet je gewoon lekker thuis hebben. Dit vind ik echt bijna een must in een keuken. Het is echt gedroogde tijm, heeft echt een andere smaak dan verse tijm. En dat is bijna met alle kruiden zo. In basis, verse kruiden, altijd beter. Meer smaak, etherische olie zijn niet ingedroogd. Het is ook logisch hoor. Dus natuurlijk, ja, je moet die versheid hebben. Dan proef je het groen van zo'n naald, van zo'n rozemarijnnaald. Dan proef je, dat is, ja. Oké. Ik vind ze mooi. Ik vind ze mooi dichtgeschroeid. Ik vind ze mooi gekleurd. Want die kleuring is smaak. De karamellisering van het vlees. En dan ga ik de balletjes even uithalen. En ik giet het niet, want ik wil die jus in de pan houden. Dus je zou denken, jeetje, schiet eens op. Maar ja, dat is gewoon even noodzakelijk. Want je wil die mooie jus overhouden in je pan. De pan staat nog op het vuur. Deze zijn dus nog niet gaar, hè? Weet dat. Ik heb nog knoflook. Want de garing doe ik dadelijk in de saus. Rustig. Dan worden die balletjes lekker zacht van. Lekker. Moshi. Ja. Voorkomt ook dat ze droog worden. Best grove knoflook, want ik ga het bakken. Anders verbrandt dit. Kruiden mogen er ook in, die mogen ook echt een temperatuurtje hebben. En nu mijn geheime ingrediënt, anchovis. En dan denk je, hè, maar vis en vlees, ja, dat kan toch samen, maar is dat niet heel raar? Anchovis lost gewoon op. Serieus, als je dat bakt, dat lost gewoon in die saus en dat geeft gewoon een ontzettende mooie ziltheid. Het is echt niet heel vissig. Er wordt veel gebruikt in Italiaanse saus ook, maar het is echt mijn favoriet. Anchovis is sowieso heel lekker. Ja jongens, wat er nu gebeurt. Oh, wat is dit lekker. Nu begint de knoflook te verkleuren. Pas op daarmee. Hij moet niet donker worden, want dan verbrandt hij. Passata. Dat is gewoon een beetje een basis tomatensaus. Je moet hem zelf lekker maken. Vino bianco. Met de wijn. Een goede scheut. Een half glas. Wat je wil. Mensen die zeggen van, oh jee, maar ik heb kinderen, alcohol. Vroeger werd altijd gezegd, de alcohol verdampt volledig, niks in de hand. Dat is niet helemaal waar. Nee, dat is niet waar. Er blijft altijd, en het is natuurlijk hoe sterker de alcohol, hoe meer percentage blijft zitten. Maar zelfs in wijn, dan blijft een percentage alcohol in de saus zitten. Wil je dat nou echt niet met kids? Vervang het. Ja. Dat mag ook. Nee, je zou ook alcoholvrije wijn kunnen gebruiken. Gebruik anders gewoon witte wijn, azijn of rode wijn, azijn. En zwak dat af met water, anders is het heel zuur. Maar dan heb je wel die wijnzuren, die vind ik pas in het recept. Gebruik geen appelsap daarvoor. Of druivensap, want het is suikers op suikers op suikers. Kookt in het vocht, je houdt suiker over, je saus wordt mier. Zoet. Mijn gal kwam omhoog omdat ik je hoofd zag, echt waar. De saus is mooi in de kook nu. Hij mag een beetje inkoken, dan wordt hij ook wat dikker van. Peper. Zout gaan we niet toevoegen. Anchovis geeft de zout. Komt ie aan? De ballen gaan terug. Ik ga een heel klein beetje de olie van de anchovis erbij doen. Because I like it a lot. En nu gaan we naar het hoogtepunt, het spektakel van de aflevering. Mr. Spirelli! Schneider. Ik ga dus eerlijk zijn, ik heb dit nog nooit in mijn leven gebruikt. Ik vind dat je pasta vervangt voor groente een prima alternatief. Echt waar. Alleen om het dan weer meteen groentepasta te noemen, dan denk ik aan een deegware waar bijvoorbeeld wat spinazie in zit. Zoals ik nu spinazie gehaktballen heb. Er bestaat ook, hè, spinazie gehaktballen. Maar er zit er geen gehakt in, want het is vegetarisch. Noem het geen gehaktballen. Ik heb die niet. En dat is geen aanval, maar dat heb ik niet. En dat heb ik dus ook met groentepasta. Nee, het is niet pasta waar ik groente in verwerk. Ik vind het misleidend. Zeg dan gewoon, ik serveer het op groente. Maar het is de vorm, hè. En daar gaat het even om. Het is onwijs lekker om een keer je pasta te vervangen voor groente. Het is geen pasta! En het is natuurlijk wel gewoon minder koolhydraten. Dus dat kan echt wel een keer. Maar noem het dan geen pasta.
Zeg gewoon mooie groentjes met een sausie. Dat is ook goed, hè? Ja, als je nou een betere naam hebt dan groentepasta, wat het gewoon niet echt is, stuur je reactie op naar 24kitchen.nl. Maar ik ga dit dus nu wel doen. Maar ik weet niet hoe. Maar ik vind wel, moet ik eerlijk zeggen, dit werkt wel. Het ziet er iets wat homoerotisch uit. Of überhaupt erotisch, want ik zit wel echt een ontzettende staaf te draaien. Ja, sorry. Je mag wel zeggen dan groente in spaghetti vorm. Vind ik nog acceptabel, maar gaan we geen pasta noemen. Ik kan het onderhands doen, dan kan ik bovenhands doen. Olie in de pan, een klein beetje. En dan gaan we even die groenten in aanbakken, kort. Begin even als je dus wortel of knol gebruikt, of koolraap. Bak dat eerst. Ga daarna pas die courgette doen, want die heeft veel minder tijd nodig. Ik bak eventjes die groenten aan. Heel simpel en kort, want je wil ze krokant houden. Kijk, eigenlijk zijn we er al. 2 minuutjes, nog niet eens. En dan gaan we ook meteen serveren nu. Want je wil een beetje bite houden in die groenten. Het voordeel is van lange slierten, dat je lange slierten hebt. Het nadeel is dat ze nooit de pan uitkomen. Dus je kan ze beter een keer doorsnijden. Zie je dat? Tja. Zag er best cool uit, laat eerlijk zijn. Balletjes. Oh, die zijn lekker. Die geur is zo fantastisch. Beetje sauce. En even, dan zeg je, dit past in een koolhydraatarm dieet. Maar het past ook gewoon in een koolhydraatrijk dieet. Het is namelijk gewoon lekker. Dit is niet per se een hashtag fitgirl gerecht. Parmigiano. Lekker. Pas op het laatste overheen, jongens. Smelt er namelijk een beetje doorheen. Dat is te gek. Heerlijk. En dan nog de laatste Italiaanse touch. Basilicum. En die scheur ik eroverheen. Doe ik nooit snijden. Die hebben we sneller bruin van ook, dat is gewoon niet lekker. En we doen nog eventjes een lekkere mop. Zo van, oh, we denken ook aan het oog wil ook wat. Wat zeggen we hiervan? Die ziet het toch al dat je denkt, oh, daar wil ik mijn tanden in zetten. Die spinazie er doorheen, die kruiden. Hm. Heeft een mooie bite nog. Dit is echt voor mij lekker. Dit ga ik lekker opeten. Tot de volgende keer. Kijk op 24kitchen.nl om het na te maken. Ook een tip met de wijn, weet je wel. Als je niet pak rode wijnen zijn, witte wijnen zijn en water. Ik ga dit een keer doen. Ik spreek jullie online. Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Tot de volgende!